We hebben al diverse tablets en hier en daar ook wat smartphone experimenten van Lenovo gezien met een projector erin. Met de Moto Instashare projector heb je een Moto Mod waarmee je een Moto Z smartphone in één keer uitrust met een kleine DLP projector. Dus kun je het beeld wat je op je smartphone ziet, kun je gewoon lekker op de muur projecteren. De belangrijkste eigenschappen die staan allemaal keurig hier vermeld. Compatible met Motorola Z smartphones vanaf Moto Mods 1.0. En als je het doosje koopt, dan kun je het doosje magnetisch openklappen. Dan zie je daar nog meer informatie over de projector. We gaan nu even kijken wat erin zit. Let wel, deze doosjes zijn allemaal een keertje uitgepakt geweest door een vorige journalist. Het ziet er niet allemaal helemaal florisant meer uit. Zijn we achtergekomen. Maar we gaan toch even net alsof doen dat het een beetje nieuw is. Dat heeft ermee te maken dat het product gewoon zo uniek is dat we het toch eventjes aan je willen laten zien. Nou, dit is de Moto Mod zelf. Hier zit een soort van knopje, denk ik. Misschien ook niet. We zien hier in ieder geval de contactjes. Hier lijkt een klepje te zitten. Nou, het is mogelijk een standaardje. Ja, dat denk ik wel. Slim bedacht om dat op deze manier te doen. Mooi afgewerkt trouwens, geborsteld aluminium. We zien hier wel die rubberstripjes, die zijn nu al aan het loslaten. Of de onvoorzichtigheid van de vorige reviewer is geweest. Of dat het gewoon een slechte materiaalkeuze van Lenovo is. Geen idee. Ja, hier zit hij ook al los. Dus op 4 van de 4 plekken zitten die rubberen strips al los. Dat is jammer. Slecht stukje afwerking, helaas. Maar goed, we zijn over het algemeen toch aardig positief geweest over de Moto Z en de Moto Mods. Dus laten we hier dan een stukje hebben om over te zeuren. We zien hier een stukje focusring zitten. Netjes, powerknopje denk ik. Lijkt ook alsof er toch nog een extra speakertje in is ingezet. En anders dan is het een stukje koeling voor de projector. Nou, de Moto Mod die installeert zich natuurlijk magnetisch achter op de smartphone. En met de standaard kun je dus de projectie richting de muur richten. Wil je meer weten over deze Instashare projector van de Moto Mods? Check even de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees je alles over onze ervaringen met deze kleine projector.